Breda, snel. Verstop je aan het bureau. Kom, ga. Het metaal kwam aan de andere kant van haar lichaam weer naar buiten. Het bot stak uit haar vlees en het bloed spoot eruit. Het geluid van haar botten, als een tak die doormidden breekt om op je knie kapot te slaan. In donkerrode plasjes kwam het bloed tot stilstand en trok het langzaam in het tapijt. Haar ogen en mond wagenwijd open. Dat was mama. Dat was één. Toen Robin, die zich probeerde te verzetten, er iets tegen te doen. Ik zag hoe het lemet eerst zijn kleding, toen zijn huid, toen zijn aderen en toen zijn botten doorsneed. Als een mes door de boter. Hij schreeuwde. Dat was twee. En toen was ik aan de beurt. Hij keek me aan met zijn bloeddoorlopen ogen en liep dreigend op me af. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo emotieloos keek. Alsof hij geen geweten had. Hij keek me aan. Hij was enorm. Op zijn gezicht spetterde bloed van zijn vorige slachtoffers. Met zijn brede schouders en ijzeren rug was hij veel langer dan ik. In zijn handen had hij een enorme kettingzaag, waarmee hij, terwijl hij naar me toe liep, een paar stoelen doormidden zaagde. Een oorverdovend lawaai. Een poging om 112 te bellen faalde. Verstijfd van angst was ik tot niets in staat. Ik kon ook alleen maar wachten tot hij bij mij was. Het enige wat ik dacht was: waarom? Waarom wij? Vaag hoor ik op afstand het geluid van de kettingzaag, die alles wat het tegenkomt vernietigt. Maar de muziek overstemt de totale destructie. Alsof ik in een andere wereld ben. Het roept me. Het lokt me. Het wil dat ik daar ben. Alsof er niets anders bestaat. Verwarring. Alsof de dood je recht in de ogen aankijkt. Verstikkend. Maar ook onvermijdelijk.